Een dag na de politieactie in de Parijse voorstad Saint-Denis kwam voor de Fransen dan toch het verlossende woord. Abdelhamid Abaoud, het brein achter de aanslagen van vorige week, is dood. Intussen zinnen allerlei West-Europese landen, ook Nederland, zich op extra antiterreurmaatregelen. En verder in het nieuws vandaag. Man misbruikte tientallen meisjes en jonge vrouwen via internet. En soldaat van Oranje plande een staatsgreep volgens dit boek. Goedenavond. Het zong al bijna een etmaal rond in verschillende media. Vanmiddag kwam de officiële bevestiging. De leider van de groep die de aanslagen pleegt in Parijs is dood. Abdelhamid Abaoud. De terrorist, 28 jaar, werd gisteren gedood bij de grote politieactie in Saint-Denis. Ze hebben hem via zijn vingerafdrukken geïdentificeerd. De ravage in het terroristenappartement is zo groot dat de Franse politie 24 uur later nog steeds bezig is met het onderzoek. Er werd gisternacht bijna constant geschoten. Zeker 5000 kogels gebruikt de Franse politie. Het team probeert te praten met een vrouw in het appartement. De vrouw blaast zichzelf daarna op. Het is Abaouds nicht. Pas vandaag weet de politie zeker dat Abaoud bij haar was. Nous savons aujourd'hui que Abaoud, le cerveau de ces attentats, l'un des cerveaux, car il faut être particulièrement prudent, et nous savons les menaces, se trouvait parmi les morts. Et je veux saluer encore une fois le travail exceptionnel de nos services de renseignement et de la police. En we gaan naar Ron Linker. Ja, applaus hè, voor de Franse premier. De dood van Abaoud wordt gezien als een succes in Frankrijk. Nou, zo beschouwen ze het zeker hier op het Élysée-paleis. Abaoud was volgens de Franse regering toch degene die de operatie bedacht heeft. De aanslagen van afgelopen vrijdag. En dus wat dat betreft een groot succes. Maar hij wordt ook in verband gebracht met vele andere verijdelde aanslagen in Frankrijk. Maar liefst 4 het afgelopen half jaar. Bovendien was hij te zien in een aantal IS-video's. En is hij gebruikt dus als propagandamateriaal voor Franstalige jihadisten. Dus wat dat betreft is het een groot succes voor de Franse regering. Maar hij kon natuurlijk ook Frankrijk binnenkomen zonder dat de inlichtingendienst het merkte. Weten ze al hoe hij dat heeft gedaan? Nou kijk, dat blijft onduidelijk en dat is ook de keerzijde van het verhaal. Hè? Wat we weten is dat hij in België veroordeeld is bij verstek tot 20 jaar cel. Er is een Europees arrestatiebevel geweest, maar niemand heeft hem Europa zien binnengaan. Het was een veiligheidsdienst buiten Europa die de Fransen op hun spoor zetten. Die de Fransen hebben uitgelegd dat hij in Griekenland zat op een bepaald moment. Nou, men heeft dat spoor teruggeleid tot Saint-Denis. En uiteindelijk hebben ze hem dus gisteren weten dood te schieten. Maar goed, hoe dan ook. Het is een groot succes voor de Franse regering. Maar het is verontrustend dat niemand heeft gezien hoe hij Europa is binnengekomen. Ron, dankjewel. Ja, het brein achter de aanslagen. Abdelhamid Abaoud kwam dus gisteren om bij die politieactie in Saint-Denis. Verder waren er, voor zover we weten, afgelopen vrijdag 9 aanslagplegers. Wie is er nog op de vlucht? De 3 mannen rond het stadion waren op slag dood. Zij pleegden zelfmoordaanslagen. Ook de 3 mannen die het bloedbad in de concertzaal Bataclan aanrichtten zijn dood. En dan de 3 mannen die vanuit een auto terrassen beschoten. 1 blies zichzelf op, Ibrahim Abdeslam. De andere 2, zijn broer Salah Abdeslam. En een onbekende man zijn waarschijnlijk nog op de vlucht. Ja, en er zijn opnieuw indringende beelden opgedoken van een van de schietpartijen afgelopen vrijdag. Ze komen van de bewakingscamera van een van de cafés. Op de video is volgens de Britse krant Daily Mail een van de voortvluchtige terroristen te zien. Terwijl de schutter linksboven langsloopt, vluchten mensen het café in. Volgens de krant The Daily Mail, die de video publiceert, is de terrorist Salah Abdeslam. Hij achtervolgt vluchtende mensen en probeert 2 vrouwen die onder de terrastafels liggen dood te schieten.
De twee hebben ongelooflijk geluk. Het geweer hapert. Ze kunnen vluchten. Uiteindelijk kan iedereen in dit café ontkomen. Wel vallen er in de buurt 5 doden. De aanslagplegers, onder wie ook die Salah Abdeslam, maar ook de leider van die groep, Abaoud, kwamen voor een deel uit de Brusselse gemeente Molenbeek. De afgelopen dagen was er kritiek op de Belgische inlichtingendiensten. Ze hadden de aanslagen moeten voorkomen, zeggen veel mensen. Onterecht, zegt premier Michel. Je n'accepte pas les critiques qui ont visé à dénigrer le travail effectué par nos services de sécurité. Et je veux avec vous remercier nos enquêteurs, nos magistrats, nos agents de renseignement, nos policiers pour leur courage et leur mobilisation dans des moments difficiles. Nou, toch maakt Michel geld vrij om de komende tijd jihadisme beter aan te pakken. 400 miljoen euro. Daarmee wil hij radicalisme bestrijden. Bijvoorbeeld door extremistische imams het land uit te zetten. En mensen die naar Syrië willen om te vechten tegen te houden. Bijvoorbeeld met een enkel band. Inlichtingendiensten krijgen meer geld, meer personeel. En hij wil binnen de VN een coalitie vormen die IS gaat uitroeien. Zoals hij het noemt. We gaan naar Joris van Poppel in Brussel. Ja, 400 miljoen euro. Blijkbaar vindt de premier het ook hard nodig. Ja, zeker. Hij moest wel met een indrukwekkend pakket komen natuurlijk. Om te laten zien dat het België menens is. Er is veel kritiek geweest, met name op de Belgische inlichtingendiensten. Gaan we naar. Die aanslagen werden gepland hier in Brussel. De jihadisten die vertrokken vanuit Brussel met 3 auto's naar Parijs. En dat terwijl ze op de lijsten van de inlichtingendiensten stonden. Terwijl ze een paar maanden geleden nog ondervraagd zijn door de inlichtingendiensten. En diezelfde diensten hebben niet gezien dat ze met zo'n enorme aanslag bezig waren. Daar is dus heel veel kritiek op geweest. En het is ook iets wat breder is. Want de Belgische inlichtingendiensten zijn gekend. Staan erom bekend dat ze veel te weinig personeel hebben en veel te weinig geld krijgen. Nou, die problemen hoopt premier Michel nu te gaan oplossen met dit grote pakket aan extra maatregelen en die enorme zak geld van 400 miljoen euro. Lars Pauvé is onderzoeksjournalist bij de krant De Tijd. Hij kent de Belgische inlichtingendiensten als geen ander. Volgens hem zagen ze niets aankomen. Iemand zei mij nog deze week, we hadden wel enkele schroefjes van de Titanic, maar het hele schip hebben we nooit gezien. Bovee schreef onlangs een boek over de staatsveiligheid. 2 problemen volgens hem, gebrekkige samenwerking en veel te weinig personeel. Bij onze staatsveiligheid is er eigenlijk een 500-tal mensen die momenteel echt bezig zijn met inlichtingenwerk op het terrein analisten. Als ik het goed voor heb, bij de AIVD spreken we over 3 keer meer mensen die er werken. Dus je ziet wel heel grote verschillen en dan heb ik het nog niet over de budgettaire middelen. Belgische politici voelen de druk uit het buitenland. Iedereen kijkt naar België. Het is alle hens aan dek. De voorgaande regeringen hebben op de veiligheid van de staat veel te veel besparingen gedaan. Dus dat is een inhaalbeweging die we nu doen. Maar u weet net zo goed als ik, je kan vandaag de beslissing nemen van we gaan bijvoorbeeld de inlichtingendienst versterken. Daarmee zitten die mensen morgen nog niet op hun bureau. Volgens Beauvais is de achterstand enorm. Er is bijvoorbeeld nauwelijks bijgehouden waar de Belgische Syriëgangers precies uithangen. We hebben in ons land wel een lijst met meer dan 900 mensen die zijn vertrokken naar Syrië, zouden terugkeren, die potentieel kunnen vertrekken. Maar wat hallucinant is, dat is dat pas op 1 januari er een echt goede databank zal bestaan, waarbij elke dienst per persoon duidelijk zal weten wat hij daarmee moet aanvangen. En dit zijn maatregelen die men eigenlijk al 2 jaar geleden had moeten nemen. Ook in Nederland dringt de vraag zich op welke extra maatregelen moeten er worden genomen om terreuraanslagen te voorkomen. In de Tweede Kamer spraken de fractieleiders voor het eerst uitgebreid over de aanslagen in Parijs. Ze drongen bij het kabinet vooral aan op een strenge aanpak van radicalisering. De barbaarse aanslagen in Parijs raken ons allemaal diep. We stellen het ons allemaal voor. Wat als ik in dat theater had gestaan? Was dit werkelijk Parijs? Was dit werkelijk in onze vrije westerse samenleving op een paar honderd kilometer afstand? Ons antwoord moet uit meer bestaan dan woorden.
De Tweede Kamer vraagt daarom ook maatregelen van het kabinet. Maar er is een grens, zegt premier Rutte. Zoals bij alles wat we doen bij het bestrijden van extremisme en terrorisme is er nooit een absolute garantie dat daarmee er nooit iemand doorheen zou kunnen glippen. Er is alleen wel een absolute garantie dat we er alles aan doen om dat te voorkomen. Toch zoekt de Tweede Kamer naar manieren om de rechten van jihadisten in te perken. Zet ze preventief gevangen. Dwing ze om te deradicaliseren. Dat gaat niet in tegen de rechtsstaat. De rechtsstaat is juist oersterk, mits wij de mogelijkheden die de rechtsstaat ons biedt ook ten volle willen en durven benutten. En in dit soort gevallen moet je ook durven zoeken naar die mogelijkheden. Dan ben ik blij dat we dat samen kunnen doen. Als er maatregelen zijn die we nog niet toepassen, dan is de regering altijd bereid om daarover na te denken. Dat spreekt voor zich, dat doen we ook na zo'n aanslag als deze. Als het kabinet dan zo gewillig is, maak het dan ook strafbaar om naar Syrië toe te gaan, vinden sommige partijen. Wie terugkomt, wordt dan automatisch vervolgd. Jammer dan dat dat juridisch ingewikkeld is. Volgens mij moet de vraag niet gesteld worden, kan het? Maar moet de opdracht gegeven worden, zorg dat het kan. Wat wij doen als mensen terugkeren is heel precies bekijken of mensen gevaar zijn voor de samenleving. Of mensen daar zich hebben begeven in activiteiten die op spanningsvoet staan met ons strafrecht. Als er ook maar enigszins een grond is om mensen te kunnen oppakken, om op te kunnen treden, dan doen we dat. We gaan naar Den Haag, Ron Vrezen. Wat viel jou vooral op aan het debat? Het was een heel ingetogen debat eigenlijk. Zonder grote woorden, geen scherpe verwijten naar elkaar, geen stoere taal. Alsof iedereen eigenlijk zoiets had van, ja, zo kort na Parijs moet je dat soort dingen allemaal achterwege laten. Ja, en na Parijs dus extra maatregelen in België, horen we net van Joris. Hoe zit dat in Nederland? Nou, hier eigenlijk niet. Rutte zegt, Nederland is goed voorbereid op terroristische acties. We doen al veel, er is al veel in voorbereiding. Maar wat je vandaag toch ook zag is dat het opschuift. Dat je steeds breder de roep hoort om toch echt juridisch tot het gaatje te gaan. Alles te doen wat je kan doen om jihadisten aan te pakken. Dat zag je bijvoorbeeld bij de discussie over teruggekeerde Syriëgangers. Als er een verdenking tegen zo iemand is, dan kan je zo iemand oppakken, opsluiten. Maar al snel wordt het moeilijk, als je de bewijsvoering lastig rondkrijgt bijvoorbeeld, om zo iemand langer vast te houden. Of wat doe je met iemand waarvan niet duidelijk is wat hij in Syrië heeft gedaan? Dat zijn vragen waar men mee worstelt hier. Maar kan er nog veel op dat vlak dan? Toch wel heel moeilijk is dat, omdat je alleen maar maatregelen kan nemen die natuurlijk ook stand houden bij een rechter. Het kabinet gaat er nu naar zoeken, dus moet je mensen toch niet preventief langer opsluiten of moet je ze niet dwingen in behandeling te gaan. Maar nogmaals, het is allemaal erg moeilijk. En als ik dan nog even tot slot mag, vandaag hoorden we ook de cijfers over om hoeveel mensen het nou eigenlijk gaat. Er zitten op dit moment 140 Nederlanders in Syrië. Maar er komen er eigenlijk steeds minder terug. Dit jaar maar 5. Ron, dankjewel. Ja, dan een ander aspect van het probleem. Wapens en explosieven. Volgens wapenexperts is het in West-Europa nog steeds eenvoudig om aan een automatisch geweer of aan ingrediënten voor een bom te komen. Morgen zijn Europese ministers in Brussel. En ze willen afspraken die het een stuk moeilijker maken om aan wapens te komen. This is an example of an instruction video that shows you how to make explosive vests or explosive belts. Op internet zijn instructies voor het maken van een bomvest met huistuin- en keukeningrediënten kinderlijk eenvoudig te vinden, constateert deze Noorse terrorisme-expert. After 2004, 2005, the big terrorist attacks in Europe, a lot of restrictions were put on bomb-making chemicals, among other things. And from then on it became harder to buy the ingredients necessary. But it's still possible as illustrated by the Paris attacks. Zo kan met nagellakremover, haarbleekmiddel en accuzuur het explosief TATP worden gemaakt. Dat is gebruikt in Parijs. Maar de fabricage is gecompliceerd en zeer riskant. Waarschijnlijk hebben de makers ook training gehad buiten Europa. What was quite unique about the Paris attacks was that there was not just one suicide vest, you know, there were several suicide vests and they all worked. So this tells me that this was a professional bomb maker. Automatische wapens zoals de in Parijs gebruikte Kalashnikovs zijn makkelijk verkrijgbaar in België, waar veel wapenkennis is. Het bezit van zulke wapens is voor verzamelaars in Europa overigens toegestaan, mits ze onklaar zijn gemaakt. Wat je bijvoorbeeld gezien hebt bij de aanslagen op Charlie Hebdo, is onder andere een wapen gebruikt dat geneutraliseerd was, verkocht werd legaal in Slowakije, maar daarna opnieuw gereactiveerd werd en in handen kwam van de terroristen. De Europese Commissie wil de regels voor het onklaarmaken nu verscherpen en ook de legale verkoop van semi-automatische wapens verbieden. Spoed is inderdaad gewenst. De aanslagen van de laatste maanden hebben aangetoond dat mensen met slechte bedoelingen
relatief makkelijk aan zeer dodelijke vuurwapens kunnen geraken, met alle gevolgen van dien. Nou, meer over die Europese handel in wapens en explosieven straks in Nieuwsuur. De Spaanse justitie heropent de zaak van de Nederlander Romano van der Dussen. Hij zit al 12 jaar vast in Spanje. Hij is veroordeeld voor beroving en poging tot verkrachting van 3 vrouwen. Laatst verklaarde een Brit dat hij verantwoordelijk is voor een deel van de vergrijpen. Duizenden werknemers van sociale werkplaatsen voerden actie in Den Haag voor meer loon en werkzekerheid. Daarna bezetten ze het pand van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De bezetting is door de politie beëindigd en daarbij zijn mensen aangehouden. PvdA en SP willen fantasietitels in de zorg verbieden. Termen als natuurarts en cosmetisch arts zijn misleidend, vinden ze. Echte specialismen moeten volgens de twee partijen beter worden beschermd. Om 10 uur houdt de Tweede Kamer een debat hierover. En na bijna 20 jaar is hij eindelijk open, het nieuwe station van Arnhem. In de volksmond heet het de gletsjer, de golf of de walvis. Opvallend is het golvende dak. En een kunstwerk van honderden knipperende ledlampjes in de hal. En tijdens de bouw van Arnhem Centraal ging er veel mis. Het duurde daardoor 5 jaar langer en kostte 163 miljoen meer dan gepland. In totaal 625 miljoen euro. Dan de vluchtelingencrisis. Servië, Slovenië, Kroatië en Macedonië sturen sinds gisteravond alle vluchtelingen uit niet-oorlogslanden terug. Alleen mensen uit Syrië, Irak en Afghanistan worden toegelaten. Asielzoekers uit andere landen worden bij de grens teruggestuurd of tegengehouden. Dat zegt de VN-vluchtelingenorganisatie. Het zorgt voor problemen aan de grens tussen Macedonië en Griekenland. Zij mogen hier in Griekenland gewoon de grens over, Macedonië in. Het zijn vluchtelingen uit Irak, Afghanistan en Syrië. Maar voor deze asielzoekers blijft diezelfde grens dicht. Macedonië houdt ze sinds vandaag tegen, want het zijn geen oorlogsvluchtelingen. En dus zijn ze niet welkom, zeggen ze in Macedonië. Ik prefer to die than back to Iran. Because that situatie is not good for us. Ze willen niet terug en dus zitten ze vast in niemandsland, tussen 2 grenzen in. We have about 1500 people on the other side. Awaiting what will happen in the next hours to come. Afwachten, want waar deze mensen nu naartoe moeten, weet niemand. En bij die Grieks-Macedonische grens is Marcel van der Steen. Ja, waarom doen ze dit? Ja, dat is lastig te zeggen eigenlijk, omdat Slovenië, die gisteravond als eerste alleen maar Syriërs, Irakezen en Afghanen toelaat, daar niet echt een verklaring voor heeft gegeven. Wel zeggen ze al wekenlang dat ze die grote stroom niet aankunnen. En daarnaast zou het ook te maken kunnen hebben met toch de veranderende sentimenten hier ook in de regio na de aanslagen in Parijs. Dat Servië, Macedonië en Kroatië daarna direct het voorbeeld hebben gevolgd, dat heeft te maken met dat zij niet willen dat er een groep komt te zitten in het land die inderdaad geen kant meer opkomt. Maar dat is dus nu wel de situatie hier aan de Griekse kant van de grens met Macedonië. Want hier kunnen mensen nu geen kant meer op. En Griekenland kan ook de mensen die binnenkomen via bootjes met bootjes aan de zuidkant, kunnen ze niet tegenhouden. Maar wat gaat er dan met al die mensen gebeuren? Dat, zoals je inderdaad in de reportage ook hoorde, dat weet op dit moment niemand. De grens is nu dicht voor iedereen hier. Er zitten nu ruim 2000 mensen hier eigenlijk een soort vast in dit kamp dat eigenlijk een transitkamp is. Mensen moeten hier niet langer dan 4 uur verblijven en door de grens over. Is dus niet ingesteld op bijvoorbeeld overnachten. Er zijn geen bedden, er zijn een paar verwarmde tenten, maar zeker niet genoeg voor deze 2000 of ruim 2000 die hier nu zijn. Ik sprak erover met mensen die hier werken voor onder meer de UNHCR en het Rode Kruis. En die maken zich daar ernstig zorgen over, omdat er bijvoorbeeld ook niet voldoende dekens zijn om deze mensen vannacht warm te houden. Marcel, dankjewel. Dan de boysband Be Brave. Die is mateloos populair bij tienermeiden. Die zijn vaak zo dol op de jongens dat ze zich niet bedenken als iemand namens de band vraagt zich op internet uit te kleden. De politie in Rotterdam heeft een man aangehouden die deze truc al jaren uithaalde met meisjes tussen de 12 en 19 jaar. Bij hem thuis werden op de computer 30.000 afbeeldingen van deels ontklede meisjes gevonden en duizenden e-mails en berichten. So, girl, why do you...
Het zijn echte hunks, de jongens van Be Brave. Ze brengen het hoofd op hol van talloze tienermeisjes die bereid zijn om ver te gaan voor hun idolen. Dus zij willen wel in een limousine opgehaald worden voor een concert of met de jongens in een bubbelbad. En dat is precies wat de verdachte de meisjes beloofde. In ruil voor iets anders. Nou, hij vroeg dan met name om zich uit te kleden. In eerste instantie om wat van de blote buik te laten zien. En vervolgens ging dat verder naar blote borsten. Totdat ze uiteindelijk filmpjes of foto's gedeeld hadden. Dan werd hij wat vervelender en wat intimiderender. En dreigde hij die foto's die hij eerder had verzameld online te zetten als ze niet nog meer zouden doen. En onder andere dan het plegen van seksuele handelingen. En dat gebeurde uiteindelijk ook in veel gevallen. De jongens van Be Brave vinden het verschrikkelijk wat er gebeurd is. Ik vind het diep triest eigenlijk dat dit nog steeds gebeurt. Dat er mensen zijn die dit kunnen doen. Het overrompelde ons ook echt toen we dit nieuws hoorden. En het is gewoon verschrikkelijk dat onze namen daar ook in worden gebruikt. Omdat je hier gewoon zo ver mogelijk van af wil staan. Volgens het Openbaar Ministerie had dit allemaal voorkomen kunnen worden. Want ouders hebben vaak geen flauw idee wat hun kinderen allemaal op het internet uitspoken. Blijf praten, blijf uitleggen en blijf tegen kinderen ook zeggen, als je het in het echte leven niet zou doen, als je die persoon daadwerkelijk niet kent, je hebt hem nog nooit een hand gegeven, zorg er dan voor dat je dan ook niet de dingen doet die je normaal tijdens een verjaardag of tijdens een ontmoeting ook niet zou doen. De verdachte zit inmiddels niet meer vast, maar het Openbaar Ministerie is bang voor herhaling en gaat via de rechter proberen hem weer achter de tralies te krijgen. Erik Hazelhoff Roelfsema, de soldaat van Oranje, was in 1947 betrokken bij een poging om een staatsgreep te plegen. Ook oud-premier Pieter Gerbrandy speelde daarbij een rol. Dat staat in een nieuwe biografie over een vertrouweling van koningin Wilhelmina, François van het Sandt. Deze brief onthult het plan voor die staatsgreep, beraamd door het Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid. Sietse van der Zee vond de brief toen hij werkte aan het boek over Van 't Sandt, ooit secretaris van Wilhelmina. Het rechtsgeoriënteerde comité wil Indië als Nederlandse kolonie behouden. Voorman van het comité is oud-premier Gerbrandy. Een ander lid is Erik Hazelhoff Roelfsema, de latere soldaat van Oranje. En mensen van het verzet zaten erin. Daar zaten mensen die hoge posities hadden bekleed in Nederlands-Indië. Dit is het comité van plan. De regering wordt afgezet. Oud-verzetstrijders nemen de ministers gevangen. Het leger wordt ingezet. De vakbonden worden uitgeschakeld. En de coupplegers kondigen de staat van beleg af. Hazelhoff Roelfsema brengt Van 't Sandt op de hoogte. Met de bedoeling dat hij de koningin over de plannen informeert. Hoe zij heeft gereageerd is onbekend, maar Van der Zee veronderstelt dat ze niets van de staatsgreep moest hebben. Het is uitgelekt. En als dat niet was gebeurd, dan was het doorgegaan. Was het de koningin of was het Van 't Sandt die tipte? Hoe dan ook, de inlichtingendiensten krijgen er lucht van. De coup wordt op het allerlaatste moment afgeblazen. De laatste die ervan horen zijn twee mannen. Ze posten in een Haagse straat. Daar woont PvdA-kopstuk Koos Vorink. Die moeten ze liquideren. Maar hij is niet thuis. En zo blijft de staatsgreep van 1947 een coup op papier. In het Rijksmuseum hangt dit schilderij al lang. Het zogenoemde straatje van Vermeer. Maar dat was meteen ook de enige plek waar je dat straatje kon bewonderen. Want de echte locatie bleef een mysterie tot vandaag. Deze straat in Delft moet de plek zijn die Vermeer schilderde. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Het straatje van Vermeer en het straatje van Vermeer. In de praktijk zijn er meer verschillen dan overeenkomsten, ziet ook de ontdekker. Dit is eigenlijk het enige wat nog lijkt. Vroeger is het enige element van het huis wat daar gestaan heeft, wat nog herinnert aan het straatje van Vermeer. Het echte straatje is gevonden met een belastingregister uit 1667. Daarin is precies bijgehouden hoe breed de gevels waren in Delft van huizen aan de gracht. Niet alleen de gevels, maar ook de poortjes daartussen. En ik heb gezien, er is maar één plek in Delft waar een huis, een poort, weer een poort en dan weer een huis aanwezig was. Toeristen, mensen, die liepen dit straatje eigenlijk altijd voorbij. Hij heeft als stadsgids de eer om vandaag als eerste het straatje aan de wereld te laten zien. Eindelijk iets van Vermeer in Delft. We zijn jaloers op het Rijksmuseum en op het Mauritshuis in Den Haag dat die echte schilderijen van Vermeer hebben. En als we dan nu terugkrijgen, we krijgen veel toeristen die onze stad mooi bezoeken. En die willen natuurlijk alles over Vermeer weten, maar dan uiteindelijk moet je ze als gids vertellen, ja, kan je eigenlijk niks laten zien, want alles is verdwenen.
gaat het indruk maken. Want zo goed lijken doet het nou weer niet. Nee, maar ja, het maakt sowieso, dat is het, de kunst voor een gids hier in de stad, is dat je dingen weer tot leven moet brengen. Het is vooral het poortje dat het hem doet. En misschien helpt het om net als in het origineel wat figuranten toe te voegen. Alhoewel, er is wel veel fantasie voor nodig om in de huidige eigenaren de naaiende vrouw van Vermeer terug te zien. We gaan naar Willemijn, het weer, met de neerslagcijfers. Ja, dat klopt. Tot en met nu en vanaf middernacht. En het is vooral natte boel geweest in het zuiden van het land. En droog is het nog niet, dus daar gaan we makkelijk over de 20 mm heen. Nou, die neerslag, dat hoort allemaal bij dit langgerekte, slepende front, wat een beetje zo over het zuiden van ons land bleef hangen. Maar als u ziet, ook net iets noordelijker kwam en ook daar wel van tijd tot tijd zijn regen bracht. Het blijft voorlopig ook nog even in de buurt liggen. We krijgen wel in de nacht een wat drogere periode, maar morgen in de loop van de dag kan er wel weer wat regen vallen. En die neerslagzone die breidt zich zelfs wat richting het zuiden uit. Tegelijkertijd wordt de lucht een heel stuk kouder en dat betekent dat het in de Alpen uiteindelijk ook gaat sneeuwen. Nou, dat begint morgen en in het weekend valt er op veel plekken zo'n 50 tot 100 centimeter. Nou, bij ons ook wat winterse neerslag, niet zulke grote hoeveelheden, maar daar vertel ik u zo meteen wat meer over. Wij gaan kijken naar de radarbeelden, de laatste beelden van dit moment. Met goed zichtbaar dat pakket wat over ons land lag. En ook dat er boven Limburg nog wel het een en ander gaat vallen. Vannacht gaat het dan ook niet overal droog worden. Later misschien in het zuiden een beetje. In het noorden is er kans op enkele buien, maar daar zitten ook wel wat opklaringen. En de temperatuur daalt tot een graad of 8. De wind is in eerste instantie nog hard aan zee. Zwakt in de loop van de nacht wat af. En boven land staat er een meest matige wind. Morgen overdag vrij veel bewolking, vooral in het zuiden. Ook daar dus af en toe wat regen, met name wat later in de ochtend. In het noorden af en toe wat zonneschijn. Daar trekken in de ochtend enkele buien over. Maar in de loop van de dag gaat die buiigheid echt wel wat meer op gang komen. Vanuit het noordwesten worden ze wat talrijker en ook wat actiever. Gaan dus wat meer neerslag brengen. Morgen is het een graad of 9. En dat is echt wel weer wat koeler dan dat het vandaag was. Vandaag was het 13 à 14 graden op veel plekken in ons land. Die westenwind houden we met zo'n windkracht 5 à 6 aan zee en bovenland dan matig. En dan in het weekend, ja, dan gaat die temperatuur echt omlaag naar een graad of 6 overdag. In de nachten komt de temperatuur dicht bij het vriespunt uit. En als er dan neerslag valt, is er kans op wat winterse neerslag, vooral in het zuidoosten. Het belangrijkste nieuws uit dit NOS Journaal. Het brein achter de aanslagen in Frankrijk, Abdelhamid Abaoud, is gisteren gedood bij de politieactie in de Parijse voorstad Saint-Denis. Dat heeft de Franse justitie bevestigd. En meer daarover en alle Europese antiterreurmaatregelen vanavond in Nieuwsuur om 10 uur op NPO 2. Fijne avond.